Ik ben Maurits Vissers, Director Clinical Operations bij het CRDR. Ik ben verantwoordelijk voor alle teams die de studies bij ons uitvoeren. Dus denk aan de verpleging, lab en de dataverwerking. Wat ik mooi vind aan het CRDR is dat wij een Nederlandse non-profit stichting zijn die zich inzet voor geneesmiddelonderzoek. En doordat we non-profit zijn, kunnen we twee dingen heel belangrijk doen. Allereerst, we kunnen onafhankelijk en objectief onderzoek doen. Wij zijn niet gebaat bij wat er uitkomt. Dus we kijken eerlijk naar wat we onderzoeken. Een tweede is, we hebben geen aandeelhouders. Dus het geld wat wij verdienen met het werk wat wij doen, investeren wij in mensen en in maatschappelijke relevante onderzoeken die we als CRDR zelf uitvoeren. Wat het CRDR doet, is geneesmiddelen voor de eerste keer bij mensen onderzoeken. Dus het CRDR komt eigenlijk in beeld nadat een nieuw geneesmiddel in een laboratorium ontdekt is, uitvoerig bij proefdieren onderzocht is, dan moet het voor de eerste keer aan de mens gegeven gaan worden. En dat zijn vaak gezonde vrijwilligers. En daar komt CRDR in onze kliniek in beeld. En wat wij doen in die onderzoeken is zoveel mogelijk data verzamelen om de optimale dosering te vinden die vervolgens bij patiënten op grote schaal getest kan worden voordat een middel op de markt kan komen. En wat CRDR specifiek uniek maakt in dat stuk is dat wij ook elke dag bezig zijn met hoe kunnen we dat onderzoek efficiënter inrichten, hoe kunnen we nog meer data verzamelen, zodat we sneller de juiste antwoorden vinden, minder proefpersonen nodig hebben en nieuwe geneesmiddelen uiteindelijk sneller op de markt kunnen komen. Het CRDR is hier ooit vlakbij begonnen. Vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum was er behoefte aan een aparte kliniek waar geneesmiddelen onderzocht konden worden en ook waar jonge onderzoekers opgeleid konden worden en konden meehelpen aan dat onderzoek. En die kliniek is inmiddels uitgegroeid tot ruim 300 mensen en zit nu meer op het Leiden Bioscience Park tussen alle grote internationale bedrijven waarmee we veel samenwerken. Het CRDR is een ontzettend enthousiast jong bedrijf waar iedereen ontzettend gedreven is om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. En we werken echt aan de nieuwste generatie geneesmiddelen. En dat is heel uniek voor een plek in Nederland en voor zo'n bedrijf als wij. Recent bijvoorbeeld stond er een stuk in Nature, een van de leidende wetenschappelijke bladen, waar gesproken werd over nieuwe behandelingen voor Parkinson. En van de 15 nieuwe behandelingen die in ontwikkeling zijn, is het merendeel, zijn we hier op CRDR actief bij betrokken. En dat je dat op een plek in Nederland kan doen, maakt het zo ontzettend gaaf. Waarom mensen hier graag werken? Is omdat een geneesmiddelontwikkeling, daar heb je een team voor nodig. Een team met heel veel verschillende disciplines. Denk aan verpleging die de patiënten in de kliniek ziet. Denk aan een lab die de samples verwerkt. Denk aan dataverwerking. Denk aan onderzoekers die zich bezighouden met het nieuwe mechanisme. En al die teams moeten heel sterk samenwerken. Leren veel van elkaar. Werken met grote internationale klanten. En werken bij ons ook nog eens een keer aan een heel groot spectrum aan verschillende ziektebeelden. Van pijnmedicatie, tot neurologie, tot virologie, de COVID-vaccins, immunologie. Dus het is heel divers, elke dag anders en je werkt hier echt aan de nieuwe generatie geneesmiddelen. Ik hoop dat je hebt laten zien wat CRDR nou zo bijzonder maakt. We zijn een bedrijf met enthousiaste en gedreven mensen die werken aan de nieuwste generatie geneesmiddelen. We doen het op een niet-hierarchische manier en we investeren in onze mensen. We zijn ook altijd op zoek naar goede mensen. Dus mocht je enthousiast geworden zijn, neem dan een kijkje op onze vacaturesite voor de meest actuele vacatures. En hopelijk tot ziens.